Goedendag dames en heren. De sportzomer 2021 zit op 2/3. Gisteren is de Tour gefinished. Vorige week al het EK voetbal, dat is afgelopen. En nu, komende vrijdag, starten de Olympische Spelen in Tokio, in Japan. Natuurlijk een jaartje later dan gedacht. En ook allemaal in een andere omstandigheid, namelijk zonder publiek. Alles is anders de komende Spelen. We gaan er uitgebreid over praten en op vooruitblikken met de Olympisch kampioenen. Leontien van Morsel met Peter Blanchet. En niet met een kampioene, maar wel met iemand die daar graag nu had willen zijn. Eigenlijk Marinde Verkerk, maar ze is niet daar, maar hier. Komen we zo meteen over te spreken. Hoe erg kijken jullie eigenlijk uit naar die Olympische Spelen die vrijdag beginnen? Ja, die kijken wel naar uit. Alleen maar het is wel anders dan met Leontien. Nee, het is heel anders. Ik vind het ook heel triest voor de mensen die het één keer mee gaan maken zonder publiek. Ja. Ik heb zo genoten dat gewoon mijn naaste omgeving erbij was. En nu voor lege tribunes. Ik kan het me niet voorstellen. Nee. Ik vind het echt triest. Hoe is het dan met jouw voorpret, Peter? Ja, die is anders. Kijk, sport kijken op tv is natuurlijk heel mooi, want je ziet slow-mo's, je kan het allemaal perfect zien. Maar sport beleven, dat is met publiek. En dat is inderdaad compleet anders. Ja. Het worden ook de eerste Spelen sinds 88, waar ik er zelf ook niet fysiek bij ben. Of als deelnemer, of als toeschouwer, of anderszins. 88 waren jouw eerste Spelen als deelnemer, hè? Seoul, voor de oorlog bijna. Nou nee. Maar lang geleden. Vier keer meegedaan aan de Spelen, dat maar niks. Ook met tieners. De buurvrouw erbij. Ja, zeker. Ik zie er nog zitten. Maar niet vier keer. Nee. Marinde, jij had daar eigenlijk nu willen zijn in Tokio. Ja. Het had het slotstuk moeten zijn van wat uiteindelijk wel een rijke carrière is. Ja. Hoe is dat dan om niet daar te zijn, maar hier? Ja, dat blijft wel een beetje pijnlijk. Ja, nu vooral omdat het komt steeds meer overal voorbij en zichtbaar. En van de kledingpakketten die worden uitgedeeld. Nou ja, tot en met je laatste trainingen en van mijn teamgenoten. Dus ja, het wordt er nu nog even flink ingevreven, zeg maar. Dus dat is wel pijnlijk om te zien en heel confronterend. Want ja, ik had er gewoon bij moeten zijn. Ja, want je had nog die ene stip aan de horizon, die ene grote wens. Olympische medaille. Ja, die ene medaille die ik niet heb. Nee, ja. Hoe erg knaagt dat? Want ik zei al, rijke carrière, wereldkampioen geweest in 2009... Natuurlijk prachtig, maar dat die ontbreekt? Ja, dat blijft heel erg rot. Maar nu is dat nog heel rot. Maar ik hoop dat dat gaat slijten. En dan kijk ik even naar de ervaren mensen hiernaast. Ja, maar zij hebben hem. Zij wel. Maar goed, je kijkt altijd ook naar de dingen die je niet hebt. Maar de kunst is om te kijken naar wat je allemaal wel hebt bereikt. En, dit waar vind je met... ik zo sterk dat je dit zo zegt. Ja. Ja, maar dat is ook. Ze heeft het allerbeste uit de carrière gehaald. Dan mag je niet een beetje trots zijn. En ze was er net dichtbij, hè? In 2014 in Rio. Om het brons gestreden. Ja, niet gelukt. Vijfde geworden. Ja, in 2012 was dat. Wat zei ik? 2012, ja, Londen. Ja, Londen, ja. 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 Nee, 2012, ja, sorry. Ja. 2012 in Londen was ik er inderdaad heel dichtbij. Dus en nu dat ik op mijn laatste wedstrijdtoernooi op de WK ook weer om brons sta, zegt ook dat het gewoon zo'n klein verschil is en dat ik er zo dichtbij zit. En ja, in judo mag er maar één. Dat blijft gewoon keihard. Dat is ook het mooie aan onze sport. Maar het is ook keihard als je dan net diegene bent die niet mag gaan. En, terwijl je wel aan alle eisen voldoet, zeg maar, om je te kwalificeren, om te zijn. Dus het is heel rot, maar het is niet anders. En het is ook oké in de zin van, ik wist dat ik dit jaar zou gaan stoppen. Dat is nu vervroegd. En nu is dat moment daar vervroegd. Maar het is in die zin oké dat ik... Ik keek er ook naar uit. Zeg maar. Dat coronajaar was voor mij ook goed. Maar het maakt het ook nog extra lang. En nu is het gewoon tijd voor een nieuwe fase. Nou, daar willen we zo meteen nog wel van weten. Hoor. Hoe je inderdaad die speler hebt beleefd. En over die nieuwe fase. Okay. Maar Peter, het begint dus vrijdag. Hoe leeft een sporter in zo'n laatste fase van een voorbereiding? Hoe is het met de stress? Hoe is het met de nervositeit? Nou, je bent op een gegeven moment natuurlijk wel klaar met alle voorbereidingen. Je zit al een x-aantal dagen van tevoren in een Olympisch dorp. Meestal daarvoor ook nog in een zone, in ieder geval dezelfde tijdzone of hetzelfde klimaat. Dus als een Spelen in Japan of in Azië zijn, dan ben je natuurlijk al lang van huis voordat de Spelen gaan beginnen. Dus je bent eigenlijk klaar om zo'n toernooi te starten. In ons geval was het altijd een toernooi. Je speelt meerdere wedstrijden. Ja. Dus zo'n laatste week van tevoren komt het je eigenlijk allemaal al je neus uit. Je wil gewoon beginnen. Ja. Dus het is lekker dan als die eerste wedstrijd er is. En dan ga je gewoon los en dan kom je in zo'n flow van zo'n toernooi. Waarin je in ons geval wedstrijd voor wedstrijd daar doorheen gaat. Eerst een poolfase en daarna tot kwartfinale. Dan weet je dat het...
er echt om gaat. Want dan krijg je de sudden death. Ja. En dan maar zien hoe ver je komt. Maar jullie spelen inderdaad in een pool. Jullie spelen in een toernooi. Jullie weten gewoon, ja, het is die ene dag of soms per jaar een paar dagen. Nee, bij dan mij moet waren het gebeuren. Het dagen. Ja, maar dat precies. Vind ik zo knap. Jullie hebben één keer de Eén kans. Dag. Ja. En daar moet je gewoon helemaal top zijn. Kijk, als je meerdere disciplines doet, dan heb je meerdere kansen. Ja. Maar ja, dat is met judo, is dat ja, echt, dat is gewoon killing. Maar Leontien, was er met jou een land te bezeilen in die dagen vooraf? Ik moet eerlijk zijn, toch? Nee. Zeker hier bij Rijnmond ja, altijd eerlijk ik zijn. Ik ga heel eerlijk zijn bij Rijnmond. Nee, ik was echt heel geïrriteerd, heel prikkelbaar. Niet een beetje prikkelbaar. En hoe uitte zich dat? Nou, Mike mocht eigenlijk 's nachts geen adem halen voor mij. Michael zei dat jouw echtgenote ja, en ook toen normaal coach. Ja, dat is mijn coach geweest. Dus die was er ook bij tijdens de Olympische Spelen. En ik was zo nerveus dat ik bijna niet kon slapen. Dus op het moment dat hij dan sliep en ik hoorde hem ademhalen, nou, dan wilde ik bijna gewoon vragen, stop. Maar dat ik echt gewoon dacht, ja, maar ik moet slapen. Want ik moet morgen het beste uit mezelf halen. Ja. Hij zette dus, je alleen maar op een fiets voor onze huisjes in Sydney. Ik heb jou alleen maar op de rollerbar zien zitten. Ja, op de ochtend zak je erop. Ja, en dan, wat was hij aan het doen? Lekker aan het eten, hè? Hij was bezig aan het eten. Met ons kwam hij weg. Hij is er niet bij, jongens. Ik vind het niet aardig. Maar hij is gewoon heel erg belangrijk geweest. Ja. Maar dan merk je wel, ja, je bent gewoon super gespannen. En bij de een, die wordt heel stil. En ik werd heel prikkelbaar. Maar ja, weet je, wij gingen al zo lang met elkaar om. Dus hij wist precies wat hij wel kon doen, wat hij niet kon doen. En, is dat wel veranderd? Ja, ik ben. Nee, maar ik. Weet je, dat ga jij ook merken. En dat merk jij ook. Ik ben nu veel socialer. Ik ben wel een liever mens geworden. Op het moment dat je aan topsport doet. Ja, dan je was toen ook best wel leuk hoor. Ja, was jij. Ja. Nee, ik ben wel sommige momenten. Je zei wel wat terug op zich. Je hebt ons niet weggejaagd. Maar. Nee? Nee. Oké, okay, je vond mij wel aardig. Zeg nee, maar. Ik denk, nou, die is wel toegankelijk. Jij was lekker aan het fietsen, maar op de fiets was je gewoon in je element. Ja, dat wel. Maar ik, weet je, ik ben nu heel sociaal. Ik heb ook heel veel moeite gehad het laatste jaar. Misschien heb jij dat ook wel. Als je zeg maar feestjes af moest zeggen van je kleine nichtjes en neefjes. Weet je, dat ik denk van. En dat, ja, dat deed me eigenlijk helemaal niet zo heel veel. Maar in het laatste jaar deed dat echt gewoon pijn. Dus dan merk je dat je veel socialer wordt. Ja. Mm-hmm. Kon jij slapen de dag voordat het echt moest gebeuren? Op die ene speciale dag? Ja, ik ben wel een goede slaper. Dus in die zin op zich wel. Maar je bent sowieso voor de wekker wakker. Je bent kort en licht slaap je eigenlijk maar. Want je wil je niet verslapen. Er zijn natuurlijk wel mensen die je wakker kunnen maken. Maar ja, je bent zo alert en zo gespannen dat je dat... alles, de wekker staan allemaal strak en alles, je staat zelf helemaal strak. Maar het was altijd wel lekker om dan eenmaal in dat Olympisch dorp te zijn. Weet je, je bent weg van thuis, je bent weg van alle dingen. Je kan je helemaal focussen op dat wat moet. En dan ben je die kamer een beetje aan het opleuken, want het is een saaie ruimte. En dan is het alleen maar iedere dag je hele planning nog naar die wedstrijddag toeleven. En de spanning bouwt zich eigenlijk alleen maar op. Ja. En dat is wel grappig. Ik had van de week met Gilles Fransen over. Daar train ik nu nog mee hier in Nederland. In haar voorbereiding. Omdat we dat altijd samen deden. En zeg, nou, tot aan de Spelen doe ik sowieso nog met je mee. Blijf ik zelf fit. En is het ook gewoon leuk om dat samen te blijven doen. Oh, dus wat voor jou aftrainen is, is voor haar optrainen precies, richting de Spelen. Ik ga zo en zij gaat zo. Dus dat, ik krijg het steeds zwaarder, ja. Maar zij zei, ik krijg helemaal een soort nesteldrang achter je, het helemaal opruimen. En ik denk, ja, dat is heel herkenbaar. Voordat je weggaat, wil je heel je huis en alles moet opgeruimd en netjes. En georganiseerd zijn. En dan voelt het gewoon rust. Gilles Fransen is een van de 30 sporters uit deze regio, uit het Rotterdamse. Die dus afgereisd zijn naar Tokio voor de Olympische Spelen. En ieder heeft natuurlijk zo zijn eigen Olympische droom. Ik denk als je als kind naar Olympische Spelen kijkt, dat je altijd wel zoiets hebt van, oh, dat is gaaf. Zeker als je van sport houdt natuurlijk. En als je dan op een gegeven moment goed wordt ergens in een sport, dan komt zo'n droom vanzelf kijken, denk ik. Dus ja, ik had die droom zeker.
Ja, Tokio gaat heel anders worden dan Rio, waar ik ook naartoe ben geweest. Ja, dat was gewoon normale Olympische Spelen. Ja, nu is het gewoon, je doet je ding, je doet je wedstrijd en 24 uur later moet je naar huis. Maar ja, het moet maar even. Ik bedoel, de hele wereld heeft ook corona gevoeld en we hebben allemaal een stapje achteruit gedaan. Dus ja, wij moeten ook hier en daar wat aanpassen. Ja, dat was natuurlijk maar een kleine greep van die 30 regionale sporters actief op de Spelen. Met daarbij Leontien Demi Vollering uit Berkel en Roderijs. Hoe schat je haar kansen in? Ze heeft onlangs La Course gewonnen. Hè? Dat was die eendaagse koers van de Tour. En er wordt gezegd, die koers lijkt een beetje op de Olympische wegwedstrijd. Nou ja, ik denk dat we in Nederland op dit moment heel rijk zijn. En dat... Ja, je hebt drie vrouwen die gewoon Olympisch kampioen kunnen worden. Annemiek van Vleuten, Anne van der Breggen en Demi Vollering. Maar wie is nou nu, denk je, dadelijk in Japan van die drie dan toch de sterkste? Nou, ik denk dat het echt om de vorm van de dag gaat. En ik denk dat die meiden heel goed met elkaar moeten blijven communiceren. Wie heeft de benen? Want ze kunnen alle drie gewoon Olympisch kampioen worden op dit parcours. Dus ik hoop ook dat ze dat gaan doen. Van die Vollering wordt wel een beetje gezegd dat ze eigenlijk de nieuwe tieners... Ja, nou ja. Zie jij dat ook? Ja, ik vind het ongelooflijk. Ik vind het een compliment. Want iedere trap die zij doet op dit moment, dat straalt zoveel kracht uit. Ik vind het een hele mooie renster. En nog zo jong, hè? En heel jong. Ja. Dus nogmaals, ik hoop dat ze heel goed met elkaar gaan communiceren tijdens de wegwedstrijd. En dan... dan gaan ze het gewoon fixen op dit parcours. Ja, nou, het zou mooi zijn. Overigens in al die voorbeschouwingen, Peter, natuurlijk niet de Nederlandse volleybalmannen. Die zijn er niet bij. Hoe komt dat eigenlijk? Wat ontbreekt er bij die ploeg nu, waarom ze niet naar de Spelen zijn? Nou, ze waren er dichtbij. Ze hebben de finale gespeeld van een Olympisch kwalificatietoernooi in Ahoy tegen Amerika. Maar goed, Amerika een grootmacht op volleybalgebied, dus helaas ging dat mis. Ja, dichterbij zijn ze niet geweest. En je ziet dat het vooral internationaal gezien is het een veldslag om op de Olympische Spelen te komen. Ja, er doen maar 12 teams aan mee, waarvan hooguit 6 of 7 uit Europa. Ja. Dus je moet al bijna Europees kampioen of bij de top 4 van Europa zitten. Wil je kans maken op kwalificatie. En dan maar jeuken jouw handen dan als voormalig bondscoach, als voormalig international? In het begin wel, natuurlijk. Ik was er zelf bij om het kwalificatietraject voor Londen 2012 te doen. Dat hebben we toen ook niet gehaald. Dus het is verdomde lastig om er te komen. Natuurlijk jeuken je handen. Maar ik moet er nu wel jaren naar dato op terugkijken met ook wel zoiets van... joh, we hebben een unieke lichting gehad die erin is geslaagd om 5 keer achter elkaar op de Olympische Spelen te staan. Van 88 tot en met 2004. Met ook het ultieme podium wat we natuurlijk hebben bereikt. Maar het is voor een klein land als Nederland geen gemeen goed dat je altijd maar naar de Olympische Spelen gaat. Helaas de vrouwen ook niet. Dus we zullen het moeten doen met een aantal koppels bij het beachvolleybal. Ja, nou dat kunnen we dan weer wel heel goed, wij Nederlanders. Zeker. Dus dat gaan we volgen. Marinda, als jij nou eens zou moeten zeggen, de magie van de Spelen. Hoe zou je dat omschrijven? Daar is het publiek wel heel erg belangrijk. Wat er nu niet is. Wat er nu niet is, nee. Daar valt wel een hoop bij weg. En heel veel wat de Spelen heel bijzonder maakt... is dat publiek en alle dingen eromheen. Maar die magie is natuurlijk één keer in de 4 jaar. In dit geval nog een jaartje extra. Maar dat begrijp ik. Maar waarom is het jou als sporter dan waard... om daar 4 jaar lang alles voor opzij te zetten? Waarom is dat dan het enige wat telt? Of is dat niet zo? Het is wel zo. Voor judo is dat sowieso wel zo. Ja, het hoogste podium wat er is. Ja, en het is misschien heel lelijk om te zeggen, maar het wordt ook gewoon zo gemaakt. Het wordt gewoon heel erg door de commercie en alles daaromheen wordt het gewoon zo groot gemaakt. Ja. En zo belangrijk. Dus dat maakt het zo bijzonder. En in principe is het de Olympische Spelen is qua bezetting minder sterk dan voor ons dan een WK. Want op een WK mogen er 2 Japanners en 2 Fransen en 2 Brazilianen en 2 Nederlanders. En op de Spelen zijn dat er maar 1. Maar bij ons staan er bijna in alle gewichtsklassen 2 Japanners en 2 Fransen in de top 10. En dat is nu anders. Dus het is vooral alles eromheen en die druk en dat 1 keer in die 4 jaar. En
ja, toch het bijzondere gevoel, hè, wat ik zeg, van een openingsceremonie, van zo'n event waarbij je met de beste sporters van heel de wereld bij elkaar bent. Ging je ook kijken? Ging je kijken naar andere sporten? Ja, na mijn wedstrijddag ben ik in Londen wel. In Rio was ik daar niet toe in staat. Dat wilde ik niet meer. Maar in Londen heb ik dat zeker wel gedaan. Ja, heb ik wel echt kunnen genieten van alles, van alle andere Nederlanders nog en alle mooie evenementen daarnaast. Ja. En de sluitingsceremonie ook. Ja. 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 Maar ja, die magie, ik noemde het woord net, die is er dus nu een beetje van af, hè, voor deze editie. Hoe stel je dat voor? Hoe gaat een Olympische sporter deze Spelen beleven, Peter? Ja, jeetje. Nou ja, ik denk dat we het na afloop aan een aantal ervaringsdeskundigen moeten gaan vragen. Maar het is natuurlijk compleet anders dan dat we gewend zijn geweest. Geen massaliteit. Er is wel een openingsceremonie, maar ook daar zal denk ik geen publiek bij zijn. En moeten die sporters dan ook gelijk naar huis als hun wedstrijd erop zit? Binnen 48 uur na hun laatste prestatie gaan ze terug naar Nederland. En dan is de eerste plichtpleging is direct door naar Scheveningen, waar eigenlijk het Holland House dan staat op het strand. Waar dan een huldiging of een welcome home zal worden georganiseerd, met ook familie erbij. Ja, daar zullen ze het mee moeten doen. Normaal was dat eigenlijk altijd natuurlijk ter plekke in Tokio, in het Holland House. Team NL erbij, familieleden, publiek erbij. Ja, je wordt daar letterlijk en figuurlijk dan op handen gedragen op het moment dat er echt een ultieme prestatie te vieren is. Ja, ik heb het een paar keer mogen meemaken in Londen. Het is fantastisch. Dat is er niet. Ja, die vibe en het massale van een Olympische Spelen. Want zo'n stad ademt Olympische Spelen. Heel veel takken van sport, maar ook heel veel mensen, heel veel publiek, heel veel exposure. Ja, dat maakt die Olympische Spelen juist zo uniek. En ook in mijn tak van sport, volleybal, is het wel het ultieme om aan mee te doen. Ja. Ondanks het feit wat Mahinde ook zegt. 12 landen, waar ook een paar landen uit Afrika of nog uit Azië, die je normaal gesproken met één hand op de rug nog van wint. Ja, precies. Dus wat doen die daar, denk jij dan? Mondiaal gezien is een WK inderdaad vele malen sterker dan een Olympische Spelen. Maar ja, de exposure en de vibe rondom zo'n spelen, die is ongeëvenaard. Met jullie welnemen wil ik nog even naar wat regionale deelnemers aan de Spelen die dus vrijdag beginnen. Eens luisteren naar wat hun doelstellingen zoal zijn in Tokio. Ik ben er gewoon nu klaar voor en ik wil die Olympische medaille binnen gaan halen. Ik ga wel echt voor een Olympische medaille. En het zou fantastisch zijn als ik Olympisch goud zou halen. Ik wilde wel echt staan en kijken hoe ver ik kan komen. Laatste acht of misschien dan toch voor die derde plek medaille gaan. Ik denk echt wel als ik gewoon daar goed sta, fit genoeg ben en af en toe natuurlijk een goede ranking heb, dat het echt wel, of een goede loting, dat het echt wel kan. Wij willen gewoon eigenlijk het podium op en wij hebben de potentie om dat ook te doen. We hebben de afgelopen jaren eigenlijk elk toernooi, bijna elk toernooi, om de eerste plekken meegespeeld. En dat zal nu ook weer gelden. Ja, en het mooie is als je dat nu doet, dan heb je voor eeuwig die Olympische roem zo. Dat was Arno Haviga, de bondscoach van de Nederlandse waterpolodames. Sjoel Fransen kwam even voorbij aan het begin. Heeft zij medaillekansen? Ja. Ja, zij heeft wel medaillekansen. Het is wel een hele sterke klasse, zeker de Française in haar klasse. En de Sloveense zijn echt de finalisten van vijf jaar geleden. Maar ja, als Jules echt doet wat zij kan, dan heeft zij wel medaillekansen. Ja. Ze heeft wel wat persoonlijk leed moeten doorstaan dit jaar. Een lastig jaar gehad. Met de vader. Ja, vader een herseninfarct gehad, inderdaad. Hij is nu weer thuis, dus dat is een heel goed teken. Ja. Maar ze heeft een hoop voor de kiezer gehad. Ja. Dat kan ik wel zeggen. En jij bent er dus met haar aan het trainen. Dat vind ik toch wel weer hartstikke mooi. Ja. Peter, het is trouwens 25 jaar geleden. Goud in Atlanta. Is het dan, vraag ik mij af, wel eens 25 jaar later een dag dat je er niet aan denkt, dat je er niet aan herinnerd wordt? Nou, 4 augustus is zover. En er komt een bescheiden feestje. Toch wel? Ja, nou ja, jubileum moet je vieren. Ja. En, maar geef eens antwoord op de vraag. Beheerst het je leven nog altijd? Nee, totaal niet.
Het klinkt misschien een beetje... Maar helpt het dan wel in het... Ik bedoel, je hebt alweer een leven lang achter de rug als bondscoach in het Rotterdamse, in het volleybal nu. Mm-hmm. In het Rotterdamse sportleven zeer actief, hè, bij Rotterdam Topsport. Ja. Helpt het dan met die gouden medaille? Nou, dat helpt zeker. Je komt toch wat makkelijker binnen. We hebben het ook over Team NL topsportprogramma's in de stad, grote evenementen. Ja, dat gevoel met zowel die programma's als die evenementen, ja, dat heb ik ook wel een beetje natuurlijk vanuit de historie meegekregen. En daar voel ik me ook heel prettig bij. En ik denk ook dat de andere entiteiten die met ons werken, dat ook dan voelen, dat ze ook wel merken van nou, dat zijn mensen die ook wel echt gevoel met sport hebben. Ja. Dus dat helpt. Ja. Anderzijds, het helpt ook mee om in ieder geval niet te veel in het verleden te blijven hangen. He, en om gewoon lekker je ding te blijven doen. Want nou, die Olympische carrière die was prachtig. Ik denk voor ons allemaal. Maar er is daarna ook nog zoveel moois in het leven. Ja. He, en ja, ik ben natuurlijk een beetje de nestor hier aan tafel. 25 jaar na dato. En ik kan alleen maar zeggen dat juist ook na ons Olympisch goud het leven ook nog zoveel moois te bieden had. Hoe geldt dat voor jou, Leontien? Vier keer goud. Ik bedoel, ja, het is krankzinnig als je het gewoon zo opzegt. Ook nog één keer zilver, één keer brons. Is dan daarna een sportief leven, zoals Peter dat net omschrijft, is dat dan voltooid? Ja, weet je. En dan begint... Maar heb je dan niet daarna nog van, ja, maar dat je nog steeds de ambitie hebt om dingen te bereiken? Je hebt wel die ambitie om nog dingen te bereiken, maar op een ander vlak. En eigenlijk begin je dan gewoon weer op nul. Mm-hmm. En neem je alles wat je hebt geleerd tijdens je sportcarrière, neem je mee in je maatschappelijke carrière. Dus honger stilt niet? Nee, ook niet naar dit soort krankzinnige successen? Nee, absoluut niet. Weet je, ik denk dat ieder mens doelen nodig heeft in zijn leven. En op het moment dat je doelen hebt om die na te streven, ja, dan blijf je volgens mij in balans. Ik heb ze in ieder geval wel nodig in mijn leven. Wat je doet, wil je wel heel goed doen. En ik denk ook dat een van de zaken die we ook wel in de topsportcarrière hebben geleerd, dat als je ergens voor gaat, dan ga je er ook voor. En in ons geval ook bij Rotterdam Topsport. Ja, we willen natuurlijk Rotterdam echt neerzetten als de topsportstad. Nou ja, sowieso van Nederland, maar ook nog wel daarbuiten. We hebben de accommodaties ervoor. We hebben de power er ook voor. Mooie Team NL-programma's in de stad. Nou, daar word ik wel heel gelukkig van als je dat dan ook weet te bereiken. Ja. Dus ik denk een beetje die beroepsdeformatie die zit er wel in. En ja, ik kan nog steeds heel slecht tegen mijn verlies. En opgeven is geen optie. Dus nou, dan krijg je dit. Wat zijn jouw doelen nu? Ik heb nu nog even rust en vrij. Ik heb echt gezegd, voordat ik ga storten op werken, ga ik als interieurarchitect, ben ik even 2 maanden vrij, doe ik even niks. Geen verplichtingen, ga even eens een keer helemaal niks moeten. En dan ga ik dus in ieder geval aan de slag als interieurarchitect. Daar ben ik al werkzaam in en dat combineerde ik al met zeg maar 12 uur de week. Ja. Het leven zonder spanning. Ja. Ja. Zonder die stress en nervositeit waar we het over hadden. Dat is niet. Dat is niet. Dat hoor je net. Weet je, alles wat we doen, maar willen we perfect doen. Dus als je evenementen. Nee, maar als zij daar een project aanneemt, dan gaat zij daar weer op diezelfde manier mee bezig. Dan wil ze ook gewoon het beste daaruit halen. Ja, maar dan zal ze niet eerder wakker worden dan de wekker staan. Dan moet jij eens opletten. Ja, nou, dat is wel. Hoe belangrijk het wordt. Ja, dat denk ik wel. Ik heb vaker wakker gelegen in mijn bondscoach carrière of directeurschap Rotterdam Topsport dan in mijn sportcarrière. Ja, voor een Olympische finale? Nou ja, toen had je nog een beetje controle over de situatie. Ja. Ik zal niet altijd zeggen dat we dat nu wel hebben. Het is een stuk complexer. Kijk, topsport is eigenlijk heel simpel. Je doet één kunstje, verdomde goed. En in ons geval was dat een balletje spelen. En ik hoefde ze nog niet eens in te slaan, ik hoefde ze alleen maar aan te spelen. Maar dan ben je ingetraind. Het is heel legitiem om tegen de rest van de wereld te zeggen, nee, sorry, dat ga ik niet doen, want ik ben met mijn sport bezig. Nu komen we er alles wordt kijken. Geregeld, hè? Ja. Op het moment dat je topsporter bent, wordt alles voor je geregeld. Op het moment dat je stopt met een... Moet je alles zelf doen. Ja. Dus begin je gewoon weer op nul. Jullie geven een hoop levenslessen mee, jongens. Spelen van nu, ook wat nieuwe sporten. En dan vraag ik me af, kijken jullie daar naar uit? Ik heb ze hier staan. 3x3 basketbal, skateboarden, klimmen. Gaan we allemaal nu naar bekijken. Zin in? Ja. Ik wel. Oh wel, ja. Ik heb zelf een beetje mogen bijdragen aan het skateboardprogramma. Ik heb natuurlijk 2 jaar voor de Skateboard Federatie meegeholpen om het traject naar Tokio vorm te geven. Dus ja, ik ben natuurlijk... ik heb zelf niet op het bord gestaan, maar ik heb wel mijn liefde verklaard aan dit soort sporten. Super dynamisch. Enorme vibe ook in zo'n hal.
Dat wordt natuurlijk anders zonder publiek, omdat er altijd een lekker muziekje en enorm veel toeschouwers bij aanwezig zijn om aan te moedigen. Maar de skills die zij vertonen en ook wel, het is ook natuurlijk ook een sport dat als je het niet goed doet, dan heb je pijn. Want je klapt tegen een obstakel aan. Ja. Je kan natuurlijk serieus van een trap afstorten, zullen we maar zeggen. Ja. Maar geweldig spectaculair en ook leuk dat ze dit soort jonge sporten toelaten op het Olympisch podium. Want het trekt ook een heel jong kijkerspubliek. En dat is bij 3-3 basketbal natuurlijk ook. Lekker rauw, lekker snel, potje van 10 minuten. Iedereen kan het volgen. Dus ik kijk er naar uit. En dat wandklimmen, Spider-film vond ik ook wel leuk. Ja. Maar daar lijkt het wel verdomde veel op. Zo hard als ze naar boven lopen. Ja. Ik wil nog eventjes jongens, aan jullie laten zien wie wij hier vanuit de regio allemaal in Japan kunnen gaan bewonderen. Daarvoor verschijnt er nu even een overzicht in beeld. Het zijn er, ik zei het al, 30 in totaal die meedoen vanuit de regio Rijnmond-Bezien. Bijvoorbeeld bij het atletiek Jurendi Martina op de 4x100 meter zijn de laatste spelen. Bij het boksen Nuska Fontijn natuurlijk. In Rio had zij zilver, de handbalvrouwen met Kelly Dulfer uit Schiedam. De hockeymannen natuurlijk, de hockeyvrouwen hebben we er ook nog eentje van. Nou, Jules Fransen net al eventjes benoemd. Marieke Keizer bijvoorbeeld is een van de roeisters. Wie kunnen we nog meer allemaal opnoemen? Bart Deurlo bijvoorbeeld op de rekstok, de man uit Ridderkerk. De waterpolo dames, daar hebben we ook regionale inbreng met Willems en Megens. Enfin, de lijst is in die zin enorm, Peter. Als jij er Rotterdams goud nu uit zou moeten vissen uit de lijst die we net op scherm zagen? Dat is altijd een lastige. Hockey staat eigenlijk zowel bij de mannen als bij de vrouwen garant voor in ieder geval een medaille. Ik denk dat de vrouwen sowieso goud gaan halen. De mannen, daar is de concurrentie ietsje groter. Natuurlijk heb je een paar sporten die je het heel erg zou gunnen. Arno Haverga kennen we natuurlijk bijna allemaal en ik ken hem al heel lang. Zijn ploeg, 2 keer de Spelen gemist na het goud van Peking. Heel veel ellende ook meegemaakt en toch, hij was er altijd bij. Hij is doorgegaan. Dus ik zou ook de waterpoloploeg enorm gunnen. Ja. En Bart Deurlo met straks ook het turnprogramma in ons topsportcentrum in Rotterdam. Bart altijd een beetje in de schaduw van Epke gestaan. Maar hij is natuurlijk ook verdomde goed aan de rekstok. Als zijn leertjes goed zitten, want dat ging op de training mis kort geleden. Toen ging hij er hard af. Maar hij is echt een serieuze finale kandidaat en dan kan er alles gebeuren. We gaan dat zien met Deurlo. Leontien, 4 keer goud, waarvan 1 in 2004. Als ik je nou vraag naar het hoogtepunt van die Spelen in Athene, wat zeg jij dan? Het hoogtepunt, wat is dat? Toch het samen, familiekrachtig. Weet je, dat is uiteindelijk na een valpartij jezelf weer herpakken. En de familie is daar en die zorgt dat je weer in jezelf gaat geloven. Weet je waarom ik het vraag? Ik denk dat jij beelden wil laten zien. Ja, dat wil ik. Van mijn allergrootste supporter. Je zus. Ja, 2004. Ik ben blij dat hij nooit voor de wielersport heeft gekozen. Had ik nooit geen koers meer gewonnen. Ik zweer het je. Dames en heren, het is een fantastisch beeld. Het is oud. Het is van 2004 in Athene. Wij waren erbij met de camera toen Leontien de Olympische tijdrit reed. En wij, de zus van Leontien, volgden. Dat leverde dit op. Kom op, Tines! Kom op! Kom op, Tines! Kom op, zet hem op, Tines! Zet hem op! Hup! Hup, Tines! Hup, Tines! Hup! Zet hem op! Hup, Tineske! Hup! Zet hem op, Tines! Hup! Zet hem op, Tines! Waar is het geworden? Zeg eens! Mag ik zeg nou iets? Mag ik? Yes! Super! Yes! Ze heb goud! Wereld, Zou ze dat nou leuk vinden om dit te zien? Nee, dit vond ze niet leuk. Ik weet nog dat dat uitgezonden werd en toen belde ze me en toen zei ze, Ties man, ik zie er niet uit. En toen zei ik, Wilma, mijn wielercarrière zit erop. Ik wil je gaan helpen, ik wil je gaan steunen, weet je. Maar je hebt af en toe tijd voor jezelf nodig. Wilma heeft best wel een moeilijke gezinssituatie. Hmm. En ik ben na mijn wielercarrière ben ik 2 keer in de week naar Brabant gereden. Zijn we begonnen met joggen en dat werd al heel snel joggen. En toen hebben we in 2005 samen de marathon van New York uitgelopen. En Wilma heeft nog steeds moeilijke gezinssituatie. Maar tot op de dag van vandaag
vandaag, zegt ze, van sporten en tijd voor mezelf, dat zorgt dat ik recht overeind blijf staan. Ja. Dus dat kan ik ook iedereen adviseren die in moeilijke gezinssituaties zit. Nou, laten wij vanaf deze plek Wilma dan ook heel veel sterkte wensen. Ja. De moeilijke thuissituatie, wat ik ook zo prachtig vind aan het beeld, is dat ze, terwijl jij, nou, bij wijze van spreken al een minuut weg bent, dus nou ja, ja. Hoeveel kilometer op, nou niet een kilometer, en dat ze dan nog steeds schreeuwt. Ja. Dat hoorde jij natuurlijk helemaal niet meer. Nee, ja, ik heb het wel heel lang gehoord. Toch wel, ja? Ja, en ik reed met een kilometerteller. Ik zag die kilometerteller echt 3, 4, 5 kilometer per uur harder gaan. Dus die gouden plak, die is echt... Die is deel ook op haar echt, komt, ja, die deel ik echt met haar. Peter, Nederland heeft uitgesproken in de top 10 te willen eindigen van de medaillespiegel. Dat is nogal wat. Is dat haalbaar? Nou, dat is een mooie ambitie. Ik denk dat Nederland verdomde ver gaat komen. Want we hebben natuurlijk echt wel een paar pareltjes aan sportprogramma's. Als troef. Het wielrennen, zometeen. Het baanwielrennen. Nou, ja. We hebben een mountainbike die er wat van kan. Ja, ik was kort geleden ook nog bij de KNWU op kantoor, bij de Wielerunie, bij Thorwald Veenenberg, de directeur. Maar als je ziet wat daar aan programma staat, zowel bij de vrouwen op alle nummers, de mannen wordt ook natuurlijk nog interessant. Tom Dumoulin voor de tijdrit hebben we, maar met name ook het baanwielrennen, mountainbiken. Nou, wie kent het niet? Mollema die nu weer in orde is. Mollema die in orde is. Ik denk dat echt het, de wielerprogramma's, die zouden zomaar ineens voor 10 medailles kunnen gaan zorgen. Hè? De zeilprogramma's, 6 boten die allemaal medal range liggen. Nou, als dat allemaal al goed gaat vallen, dan zit je al op 16. 10 prestaties in de atletiek de laatste tijd zijn ook fantastisch. Atletiek. Hockey al benoemd. Ja, ja, dus we gaan het zien. Ja, we moeten hier. De grootste ploeg ooit. De grootste ploeg ooit. Maar de grootste ambities ooit. Hè? Ja. Het zou zomaar over de ambitie van Sydney heen kunnen gaan. Hè, dat ze zomaar richting de 30 medailles gaan. Dus dat wordt een hele interessante. Daar zetten we een punt. Ja. Veel dank voor de komst en het enthousiast krijgen voor de Spelen. Die vrijdag beginnen. Leontien van Morsel, Peter Blanchet en Marinde Verkerk. Dank, u dank voor het kijken. Er is een hoop sport te beleven hoor, nog deze week. Woensdag, 6-daagse tv, praten we weer over wielrennen. En vrijdag is er weer de eerste uitzending van FC Rijnmond. Dat komt omdat donderdag Feyenoord alweer speelt in de voorrondes van de Conference League. Graag tot wat mij betreft al die gelegenheden. Dank namens de mensen hier aan tafel. En u voor het kijken. Goeiedag.